Gezichtsverlamming. Ik schreeuwde door de telefoon van mijn vriendin. Ik draaide de auto van de N8 bij Crommenie over een spoorwegovergang en kwam voor een boerderij tot stilstand. Gezichtsverlamming. Ik snakte naar adem, stapte uit, ging in het gras liggen. Het was donderdagmiddag 5 augustus, drie dagen na zijn tweede Pfizer-vaccin. Werd mijn 26-jarige zoon getroffen door een gezichtsverlamming. Ik had hem nog zo gewaarschuwd. Vaccins komen met een prijs. Dat de prijs juist bij hem geïnd zou worden, kwam als een mokerslag. Toen we bij het OLVG West in Amsterdam arriveerden, had David al een eerste controle gehad. Zijn linker oog viel open en als hij sprak trok zijn mond scheef. We moesten nog een uur op de neuroloog in opleiding wachten. Ten slotte verscheen een arts met een mondkapje op. Hij gaf geen hand. Hij had op verzoek de statistische cijfers opgezocht. David wilde als wiskundige altijd de harde cijfers in het gezicht zien. 71% kans op volledige genezing. 95% kans op grotendeels genezing. En 5% op geen genezing. Ik slikte. 71% was niet geruststellend. David gaf geen krimp. Weg van de bedreigende cijfers veranderde ik snel het onderwerp. Ik neem aan dat u het gaat melden. Belpalsie is een beschreven bijwerking van het Pfizer vaccin. De jonge neuroloog keek me aan. Dat zou goed kunnen, maar we weten het niet zeker. We melden het niet. Er viel een stilte. De oorzaak maakt ook niet uit, vervolgde hij. We hebben toch maar één geneesmiddel, prednison. Ik voelde de irritatie opkomen, maar zweeg. De gretigheid waarmee de medische sector alle coronabesmettingen, ziekenhuisopname en doden als coronaslachtoffers definieert, staat in schil contrast met de sepsis over vaccinschade. Bewijs maar dat de bijwerkingen van het vaccin komen. In de rechtspraak noemen we dat... Omdraaiing van bewijslast. Tegen 22 uur verlieten we het ziekenhuis en stapten een nog geopende pizzeria binnen. Ik neem aan dat je nu wel begrijpt dat je een medische ontheffing moet krijgen voor een derde vaccin, begon ik direct. Een derde vaccin is niet aan de orde, maar als het nodig is, dan neem ik hem, zei hij koel. Cool. Als het nodig is, ben je helemaal stapelgek, schreeuwde ik, met stemverheffing door de pizzeria. De Europese Unie heeft in april 1,8 miljard Pfizer vaccins extra besteld. Dat is 4 extra per Europeaan. Ofwel het derde, het vierde, het vijfde en het zesde vaccin staan klaar. David, je kunt je ouders dit niet aandoen. Hij keek me stoïcijns aan. Het is niet aan de orde. Ik luister naar de wetenschap. Akkoord, maar er is over medische zaken fors verschil van mening. Medische wetenschap is geen wiskunde. Een second opinion lijkt me raadzaam. Stel je open voor andere therapieën. Fysiotherapie wordt al decennia toegepast, probeerde ik wanhopig. Ik voelde me een ouder in de Eerste Wereldoorlog wiens zoon gewond van het front kwam en ijskoud aankondigde dat hij terug zou gaan als dat nodig was. De familie-app brak kort daarop. Sommige familieleden wilden Ulde niet geloven dat Belpalsie als bijeffect was opgetreden en wilden het bewijs zien. Mijn zuster meldde koeltjes dat David en ik in het ziekenhuis waren. Een schoonzuster verliet daarop de app. Ik appte dat als het ziekenhuis de bijwerking niet zou melden, ik een klacht bij de medische tuchtraad overwoog. Het neefje dat de app beheerde had een arts als partner. En verwijderde mij daarop subiet uit de app. Ik keek verbluft naar het bericht. Deze keer kwam de censuur niet van YouTube, maar uit mijn eigen familie. Ik reageerde direct. Een half uur later lanceerde ik de nieuwe familie-app onder de naam Gietelink ongecensureerd en kreeg bijval. Ook reeds gevaccineerde familieleden veroordeelden de censuur. En vonden dat het ziekenhuis moest melden. De Italiaanse vriendin van mijn broer was die week toevallig in Amsterdam. Ze is fysiotherapeut in het ziekenhuis van Padua en behandelt ook gezichtsverlammingen. Ze gaf David bij mij op de keukentafel twee keer een lymfendrainagebehandeling. Het verminderde de pijn en ik probeerde David iedere dag over te halen de therapie na haar vertrek voor te zetten. Ze berichten nog uit Italië, dat haar collega reeds drie belpalsie gevallen als gevolg van het pfizer vaccin had behandeld, met goede resultaten. Een week later werd er tevens herpes vastgesteld in en rond het oor van David. Het was dus herpes, stelde hij. Nee, de herpes kan meespelen, maar 80% van de bevolking heeft herpes en dat komt op bij afname van het immuunsysteem. Dat jij belt, palsie drie dagen na het vaccin ontwikkelt is statistisch gezien geen toeval, antwoordde ik. Hij zweeg. Hij overzag de statistiek. Maar wilde eerst een oordeel van de neuroloog en eigenlijk wetenschappelijk bewijs voor een andere therapie. Hij mompelde wat over kwakzalverij. David vroeg me wel opnieuw mee te gaan naar de neurolog. Een week later wachten we op tram 13. Ze willen dat je een mondkapje draagt. Ach, het werkt niet en het is nog ongezond ook, zei ik ironisch bij het instappen. Maar de regel is de regel, meneer, schalde de conducteur beswerend door de intercom. Ja, dat zeiden ze in Duitsland van de jaren dertig ook, bromde David duidelijk hoorbaar terug. Ik lachte. We zijn weer helemaal thuis. David had tegen mijn advies het vaccin genomen en zich sceptisch over alternatieve therapie uitgelaten, maar was tenminste geen gelovenschaap. Ik herinnerde hoe hij mij op de avond van 14 december 2020 bij de aanvang van de harde lockdown had opgebeld. Je hebt steeds gelijk gehad, papa. Ik heb er nooit in geloofd. Maar dacht dat het wel los zou lopen. Ze gaan nu veel te ver. En ik ga ook op je stemmen. Hij had zich laten fotograferen met een wappiepet. In het OFG-ziekenhuis kregen we weer een andere neuroloog in opleiding. Hij zat met zijn mondkapje tegenover ons. De pretnisonkuur was over. Het lichaam moest de rest doen. Of we nog vragen hadden. Ik vroeg of er een verwijzing kon komen voor een eudeemtherapie of een miemtherapie. Hij knikte en begon te typen. Ik vervolgde dat ik verbijsterd was dat het ziekenhuis het niet gemeld had bij het LAREP en ik dat nu zelf had gedaan. Hij keek me aan. Heeft mijn collega dat gezegd? Belpalsie is opgenomen als bijwerking in de bijsluiter van het Canadese pfizer vaccin vervolgde ik. Dat wist ik niet, maar ik geloof u, antwoordde hij. En ik zal het bespreken. Kijk, behalve maatschappelijk is er nog een ander belang waarom ik aandring op melding. David moet een medische ontheffing krijgen voor een derde vaccin. De neuroloog knikte begrijpend. Meneer, we hebben dit nooit meegemaakt, dus we hebben geen formulier. Ik keek hem aan. Maar u bent het ziekenhuis. U kunt hem toch gewoon die medische ontheffing geven? David kwam tussen beiden. Het is niet aan de orde, papa. Nee. Maar het komt aan de orde, stelde ik. Het spijt me, maar we hebben geen procedure, zei de arts. Misschien bij de huisarts. In de tram lieten we de mondkapjes zakken, ik overdacht de situatie. Al het persoonlijke was politiek geworden. De kans op bijwerkingen of COVID-sterfte was in Davids leeftijdsklasse bijna een heel en fors kleiner dan de kans op vaccinbijwerkingen of sterfte. De meeste jongeren die ik sprak, wisten dit. Niemand van hem nam het vaccin voor zijn gezondheid. Ze passen zich gewoon aan om niet uitgesloten te worden. Uit het Canadese onderzoek, ja, randomized, double blind, controlled trial, bleek dat Belpalsie bij 1 op de 10.000 vaccinaties optrad. Het lijkt weinig. Maar op 12 miljoen Nederlandse gevaccineerden zouden dat dus 1200 gevallen zijn. En dat was nog maar één van de zeldzame bijwerkingen. De media zweeg erover. Hoeveel ernstige bijwerkingen waren er eigenlijk gemeld? Goed luisterend naar mijn eigen omgeving had er 50% van de gevaccineerden een vorm van bijwerking. Meestal licht, maar zelfs in mijn directe omgeving sprak ik vier mensen met ernstige bijwerkingen. Ik kende persoonlijk geen directe stijgvervallen, maar kende veel mensen die met nadruk stelden dat er in hun familie en vriendenkring mensen waren gestorven door het vaccin. Bij het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb waren nu 118.998 bijwerkingsgevallen gemeld en meer dan 500 doden. De cijfers bij de Euro Europese EMA liepen in de tienduizenden en stegen. Waarom waren die EMA-cijfers zo moeilijk te traceren? Bijna niemand publiceerde ze. Hoe groot is de onderreportage? We zitten in een propaganda-oorlog ten bate van het vaccin. Iedere vaccinschade raakt een pijnlijk taboe en ondermijnt de overheidsstrategie. Hoeveel wordt er niet gerapporteerd? Hoeveel onbedoelde ernstige vaccinschade is er in werkelijkheid? Hoeveel doden zijn er in werkelijkheid? In kritisch medische kring roleert een verhouding van 1 op 10. Ik weet het niet. En ik vrees dat niemand het echt weet. Wil de samenleving het eigenlijk wel weten? Is niet het meest alarmerende dat de autoriteiten, gezondheidsinstellingen en media het eigenlijk niet willen weten? De media zwijgt grotendeels over bijwerkingen van coronavaccins. Ieder moment krijgen we op websites en mediakanalen een bombardement van cijfers met coronabesmettingen. ziekenhuis- en IC-opnamen en overlijdens. Maar waar zijn de harde cijfers met vaccinschade? De minimale cijfers van het LAREP en de EMA zijn toch beschikbaar? Publiceer ze. Iedere dag, vertel het eerlijke verhaal. Pas dan zullen de autoriteiten gaan begrijpen dat vaccins een zware schaduwzijde hebben. Pas dan zal de nu uitgeoefende vaccinatiedwang moreel onacceptabel zijn. Mijn vriendin en ik zochten David onlangs nog een keer op in zijn vaste koffiehuis aan de Weesperszijde. Hij zag achter zijn laptop. Ik omhelste hem en keek hem daarna in het gezicht. Praat tegen me. Zijn mond trok minder scheef en zijn oog kon hij bijna sluiten. Het ging beter en ik ontspande. Zorg dat je alles doet om er vanaf te komen, anders lopen de vrouwen weg, lacht ik. Later appte ik hem dat ik zijn verhaal zou gebruiken voor een column bij Alternatief TV. Wil je dat ik je eigen naam gebruik of een pseudoniem? Hij reageerde kort: Pseudoniem.